In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God, en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u. Amen. Ik ben de Geest. Van harte welkom in deze viering van dinsdag in het octaaf van Pasen. Ook vandaag is het Pasen, ook vandaag is het zondag. Deze dag van Pasen, deze vreugde van Pasen is zo groot dat wij in dit hele octaaf Pasen blijven vieren als één dag. Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt. Zo zullen we ook in de privatie van deze dag bidden. Laten wij dan feest vieren, omdat Christus de dood heeft overwonnen, omdat Hij ons vergeven heeft. En daarom erkennen wij onze zonden, bekeren wij ons tot God, om deze heilige Eucharistie goed te kunnen vieren. Ik beleid voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria altijd maagd, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. Heer, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Eer aan God in den hoge en vrede op aarde aan de mensen die Hij lief heeft. We prijzen en aanbidden. Wij verheerlijken u en zeggen u dan voor uw grote heerlijkheid. Heer God, hemelse Koning, God, Almachtige Vader. Heer, enige geboren Zoon, Jezus Christus. Heer God, Lam, God, Zoon van de Vader. Gij die wegneemt de zonden der wereld, ontferm u over ons. Gij die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons gebed. Gij die zit aan de rechterhand van de Vader, ontferm u over ons. Want Gij alleen zij de Heilige. Gij alleen de Heer. Gij alleen de Allerhoogste, Jezus Christus. Met de Heilige Geest in de heerlijkheid van God de Vader. Laat ons bidden. God, Gij hebt ons de gaven van Pasen geschonken, tot heil en tot genezing. Blijf uw volk met uw genade volgen en laat ons, gekomen tot de volmaakte vrijheid, in de hemel genieten van het geluk waarover wij ons nu reeds op aarde verheugen. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u en met de Heilige Geest leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. Laten we nu luisteren naar het woord van God. Uit de handelingen van de apostelen. Op Pinksteren sprak Petrus tot de Joden. Voor heel het huis van Israël moet dus onomstotelijk vaststaan dat God Jezus één Heer en Christus heeft gemaakt, Hem die Gij gekruisigd hebt. Toen zij dit hoorden, waren zij diep getroffen en zeiden tot Petrus en de overige apostelen: Wat moeten we doen, mannen en broeders? Petrus gaf hen ten antwoord: Bekeer u! En ieder van u laat zich dopen in de naam van Jezus Christus tot vergeving van uw zonden. Dan zult gij als gave de Heilige Geest ontvangen. Want die belofte geldt u, uw kinderen en allen die verre zijn, zoveel de Heer onze God roepen zal. Met nog vele andere woorden legde hij getuigenis af en hij vermaande hen: Red u uit dit ontdaarde geslacht. Die zijn woord aannamen, lieten zich dopen, zodat op die dag ongeveer 3000 mensen zich aansloten. Woord van de Heer. Wij danken God. Thank you.
De arte is born van de milte desire, van de milte desire. Oprecht is het woord van de Heer. En al wat hij doet is betrouwbaar. Recht en gerechtigheid heeft hij lief. De aarde is vol van zijn milde. Van de milte des Heeren. God is het die zijn dienaars bewaakt. Hem die op zijn gunst vertrouwen. Dat hij hen redden zal. Van de dood, bij hongersnood en zal voeden. De aarde is vol van de milte des Heeren. Van de milte des Heeren. Vertrouwt ons hart op de Heer. Is hij ons beschieten en helpen. Geef ons dus hier uw barmhartigheid. Zoals wij op u vertrouwen. Van de milte des aan het offerlam van Pasen, laat ons vandaag dankoffers brengen. Het lam heeft zijn kudde gered, de onschuldige heeft ons zondags met de Vader verzoend. Ten leven hebben zich met elkaar gemeten in een wonderbaar lichtduel. De leidsman ten leven was gestorven, maar leeft nu en zij gevierd. Vertelt het ons, Maria, wat heeft hij onderweg gezien? Het graf van de Heer was leeg. De glorie van de Heer en de levende Christus. De engel en de zweedoel en het oogstkleed. Van Christus mijn hoop is verrezen. Hij gaat ons voor naar Galilea. Hij gaat ons voor naar Galilea. Ja, wij zijn er zeker.
Christus is waarlijk verrezen. Hij gaat ons voor naar Galilea. Hij gaat ons voor naar Galilea. Aan het offerlam van Pasen. Laat ons vandaag verspreken. Het lam heeft zijn kudde gered. De onschuldige heeft ons zondags met de Vader verzoend. Alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt. Wij zullen hem vieren, vieren in blijdschap. Alleluia, alleluia, alleluia. De Heer zij met u. En met uw geest. Het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Johannes. Lof zij in Christus. In die tijd stond Maria buiten bij het graf te schreien. En al schreiend boog ze zich naar het graf toe en zag op de plaats waar Jezus lichaam gelegen had, twee in het wit geklede engelen zitten. Eén aan het hoofdeinde en één aan het voeteneinde. Zij spraken haar aan: Vrouw, waarom schreeuwt ge? Zij antwoordde: Ze hebben mij hier weggenomen en ik weet niet waar zij hem hebben neergelegd. Toen zij dit gezegd had, keerde zij zich om en zag Jezus staan, maar zonder te weten dat het Jezus was. Jezus zei tot haar: Vrouw, waarom schreeuwt ge? Wie zoekt gij? In de mening dat het de tuinman was, vroeg zij: Heer, mocht gij hem hebben weggebracht, zeg mij dan waar gij hem hebt neergelegd, zodat ik hem daar kan weghalen. Daarop zei Jezus haar: Maria. Zij keerde zich om en zei tot hem in het Hebreeuws: Rabboni, wat leraar betekent. Toen sprak Jezus: Houd me niet vast, want ik ben nog niet opgestegen naar mijn Vader, maar ga naar mijn broeders en zeg hun: Ik steeg op naar mijn Vader en uw Vader, naar mijn God en uw God. Maria Magdalena ging aan de leerlingen berichten dat zij de Heer gezien had en wat hij haar gezegd had. Woord van de Heer. Weten. Beste broeders en zusters, vandaag horen wij in het evangelie hoe Maria op deze zondag van de verrijzenis naar het graf ging om daar te rouwen bij het gestorven lichaam van Jezus. Maar daar aangekomen vond zij dat het graf leeg was. En ze zag daar twee in het wit geklede engelen zitten en ze bleef huilen omdat zij Jezus niet kon vinden. Ze wist dat Jezus gestorven was en dat verdriet was heel groot, maar haar verdriet werd nog groter omdat het lichaam van Jezus daar weg was gehaald
Dat was wat ze op dat moment dacht. En ze kon niet normaal rouwen bij zijn gestorven lichaam. Dit verhaal van Maria, van de dag van de verrijzenis, doet me denken aan het verdriet, het groot verdriet dat wij ook in deze tijd hebben meegemaakt. En misschien jullie ook, bij vrienden, bekenden, bij dierbaren, bij wie mensen ook, als ze gestorven waren aan corona, niet normaal afscheid konden nemen voor het sterven en ook niet op een normale manier de uitvaart konden vieren. Het is hartverscheurend, het gaat door merg en been van mij, van César, van ieder van ons. Als mensen niet op een normale manier, zelfs niet als iemand al gestorven is, kunnen rouwen bij hun dierbaren. Dat was het geval bij Maria. Maria was schreeuwend naar het graf gekomen. Ze wilde daar ook rouwen. Ze wilde daar troost vinden voor haar verdriet door te bidden bij het gestorven lichaam van Jezus. Maar dat kon niet. Het lichaam van Jezus was weg. En ze wist nog niet dat hij verrezen was. En op dat moment heeft ze ook een verschenen van de verrezenis. Van de verrezene Christus. Die tegen haar zegt en vraagt: waarom weent ge, Maria? Waarom schreeuwt ge, vrouw? Wie zoekt gij? Het is ook interessant, we zouden deze vraag ook aan onszelf kunnen stellen vandaag. Ik denk dat Jezus ook ons vandaag ook deze vraag stelt. Waarom ben je verdrietig vandaag? Waarom heb je geen hoop? Waarom maak je je zorgen? Wie zoek je in deze tijd? Waar zoek je je hoop? Je hou vast in deze tijd. In wie heb je je hoop gesteld? En Maria, die dacht dat het de tuinman was, zo vertelt Johannes ons in dit evangelie, zegt en legt haar verdriet voor aan Jezus en vraagt: hier, als u hem ergens anders hebt weggelegd, zeg het mij dan, zodat ik hem kan weghalen. Het verdriet van Maria is zo intens, zo groot, dat zij alleen maar troost wil vinden bij het lichaam van Jezus, ook al is hij gestorven. En op dat moment, ik denk bewogen door dit grote verdriet van Maria, zei Jezus tot haar, sprak Jezus haar aan met haar naam, Maria. En dat was genoeg voor Maria. Toen zij haar naam hoorde uitspreken door Jezus, wist ze meteen: dit is Jezus, Jezus is verrezen. En ze zei daarop: Rabboni, wat betekent leraar. Het uitspreken van haar naam, het horen van haar naam, was voor Maria genoeg om meteen al de zekerheid te hebben dat het Jezus was. En ik hoop, en ik bid ervoor, en ik hoop het voor mij, voor César, voor ieder van jullie, van ons, dat wij in deze tijd ook Jezus onze namen horen uitspreken. Zoals bij ons doopsel, ook toen werden onze namen opgeschreven in de hemel, gegrift in de palm van Gods hand. En we zijn bekend bij God met onze namen, met onze doopnamen. Ik hoop dat Jezus ieder van ons aanspreekt in deze tijd en zegt: Wilson, César, Maria, waarom weent je? Waarom ben je verdrietig? Wie zoek je? En dat als wij onze naam horen uitspreken door hem in het woord van God, in een lied, door iemand die we misschien ontmoeten, die ons belt om te vragen hoe het met ons gaat, dat wij dan meteen in ons deze zekerheid hebben, deze vreugde van de verrijzenis, zoals Maria ervaren heeft. Maar Maria was een normale persoon, zoals jij en ik. Maria wilde meer. En het horen van haar naam was heel mooi. Het zien dat het Jezus was, was voor haar heel mooi. Maar ze wilde Jezus meteen vastpakken, vasthouden, aanraken. En de woorden van Jezus mogen ons vandaag ook helpen en zijn profetisch ook voor deze tijd. Want Jezus zei tot Maria: noli me tangere, raak mij niet aan, houd me niet vast, want ik moet nog opstegen naar mijn Vader en uw Vader, naar mijn God en uw God. Maar ga aan mijn broeder zeggen wat ik u gezegd heb, wat gij gezien hebt. Maria mocht Jezus niet aanraken en niet vasthouden. Ik moet denken aan ieder van jullie die in deze tijd de heilige communie niet mogen ontvangen, niet kunnen ontvangen, omdat het niet veilig is, omdat de bisschoppen ons dit gevraagd hebben. Ik denk dat ieder van jullie
ook heel graag Jezus zouden willen aanraken in deze tijd, in de Eucharistie, in de Heilige Communie. Maar ook in deze tijd zegt Jezus tegen ons, ook al is hij verrezen, ook al hebben wij in ons deze zekerheid van de verrezenis, zegt hij toch tegen ons, raak mij niet aan. Houd mij niet vast. Het is niet de tijd om mij vast te houden. Het is niet de tijd om mij aan te raken. In de tijd van Jezus en Maria was er geen corona. Dat was niet de reden waarom Jezus dit zei. Zoals in deze tijd dat we elkaar niet mogen aanraken en elkaar niet mogen vasthouden. Maar het heeft een andere bedoeling. Jezus vraagt aan Maria om nu even deze tijd te gebruiken om naar zijn leerlingen te gaan en aan hen te vertellen wat zij gehoord en gezien heeft. Daar is deze tijd voor, ook voor ons. Deze tijd is een tijd waarin wij worden uitgezonden door Jezus zelf, door de kerk, om aan de hele wereld, aan onze familieleden, vrienden, bekenden, collega's, maar uiteindelijk aan de hele wereld te vertellen wat wij gehoord hebben en wat wij gezien hebben in ons leven. Niet alleen in de afgelopen weken van deze quarantaine, maar in ons hele leven. Wat heb je gezien? Wat hebben wij gehoord van hem? Hoe vaak hebben we niet in zijn woord of door weten uit ons leven gehoord dat hij met ons was, dat hij verrezen was? Hoe vaak hebben wij al niet gezien in ons leven door wonderen die hij verricht heeft in ons leven, dat hij leeft, dat hij de dood heeft overwonnen. Daarom nodigt hij ons uit, zendt hij ons uit in deze tijd, om aan iedereen te gaan vertellen wat wij gehoord en gezien hebben. Maria Magdalena ging aan de leerlingen berichten dat zij de Heer gezien had en wat hij haar gezegd had. Ik nodig jullie uit om dit ook te doen in deze tijd, om aan iedereen te verkondigen, zoals we ook gehoord hebben in de eerste lezing, in deze kerygma, deze verkondiging van Petrus na de dag van Pinksteren, dat Jezus door God tot Heer en Christus is gemaakt, tot Kyrios, dat Hij de Redder is, dat Hij de Messias is die de dood heeft overwonnen. Laten wij dit verkondigen aan alle mensen die wij tegenkomen in deze tijd. Als wij met het paasgroet elkaar groeten, als wij zeggen, Christus is verrezen, Hij is waarlijk verrezen. Amen. In dit geloof leggen we nu onze gebeden aan God voor. Voor de mensen die gedoopt zijn, maar het vertrouwen in de kerk zijn kwijtgeraakt, dat er in hun leven het inzicht mogen groeien van Jezus, die in alles van ons houdt. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons. Voor de mensen die God niet kennen en een gemis aan zingeving ervaren, dat zij door Jezus komen tot een nieuw bestaan, waar leven vanuit God ons toekomst geeft. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons. Voor de geestelijke verzorger in ziekenhuizen en verpleegtehuizen, waar mensen vragen om troost en bijstand, dat zij niet alleen bleven steken in het hier en nu, maar ook vrij uitkijken naar de belofte van het nieuwe leven. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons. Voor de parochiegemeenschap waar de Eucharistie de centrale plek is voor onze band met Jezus, dat wij in het gebed versterking vinden voor ons geloof en in het handelen ondersteuning van de Heilige Geest. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons. Verhoor, Hemelse Vader, deze en al onze gebeden, door Christus onze Heer. Amen. Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben we het brood ontvangen. En u dragen wij op, de vrucht van de aarde, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven. Gezegend zijn gij, God, in alle eeuwen.
Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben we de beker ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de wijngaard, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven. Gezegend zijt gij, God, van al wat leeft. Bied, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader. Mogen de Heer het offer uw handen aannemen, tot lof en eer van zijn naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk. Wees barmhartig, Heer, en neem de offerande aan van uw volk. We bieden u, laat ons onder uw bescherming de genade niet verliezen die wij hebben ontvangen, en in het bezit komen van de eeuwige gaven door Christus onze Heer. Amen. De Heer zij met u. En met uw geest. Verheft uw hart. We zijn met ons hart bij de Heer. Brengen wij dank aan de Heer onze God. Hij is onze dankbaar voor uw daden. U danken we, Heer God, omwille van uw heerlijkheid en om heil en genezing te vinden, zullen we uw naam verkondigen aan onze dagen. Maar vooral op deze dag die gij gemaakt hebt, bezingen wij u, want ons paaslam Christus is voor ons geslacht. Hij die voor ons geworden is, het lam dat wegdraagt de zonden der wereld. Onze dood is hij gestorven, voorgoed heeft hij de dood ontwapend en gedood. Hij is opgestaan ten leven en alles heeft hij nieuw gemaakt. Vreugde om het paasfeest vervult ons mensen die op aarde wonen. Vreugde vervult de engelen in de hemel, de machten en de krachten die u loven, die u dit lied toejuichen zonder einde. Heilig, heilig, heilig de Heer, de God der hemelse machten, vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in den hoge, gezegend hij die komt in de naam des Heeren. Hosanna in den hoge. Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig dan deze gaven met de dauw van uw Heilige Geest, dat zij voor ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus, onze Heer. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het zijn leerlingen met deze woorden. Neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Zo nam hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging uit en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden. Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken. Verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij beleiden tot gij wederkeert, dat gij verrezen zijt. Zijn dood en verrezen is indachtig, God, bieden wij u aan het levensbrood en de kelk van het heil. Wij danken u omdat gij ons waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten. Zo delen wij in het lichaam en bloed van Christus en we smeken u dat wij door de Heilige Geest worden vergaderd tot één enige kudde. Denk toch in een nieuw kerk verspreid over de hele wereld, dat haar liefde volkomen wordt, één heilig volk met Franciscus onze paus, Harry onze bisschop, zijn hulpbisschop Everard
en allen die uw heilig dienstwerk verrichten. Gedenk ook onze broeders en zusters die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis. Ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg, neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. Wij vragen uw ontferming over ons allen, opdat wij tezamen met de Maagd Maria, de moeder van Christus, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen en met alle heiligen die hier eens leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden, het eeuwig leven deelachtig te zijn en uw loven en eren door Jezus Christus, uw Zoon. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, hier onze God, Almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen. Laten wij nu bidden tot God, onze Vader, met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus Messias, uw Zoon. Want van u is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid. Amen. De vrede des Heren zij altijd met u. En met uw geest. Wenst elkaar de vrede. Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm u over ons. Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm u over ons. Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, geef ons de vrede. Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. Maria,
Rabuni. Maria, Rabuni. Nolni me tangere, raak me niet aan. Ik ben nog niet opgesteken naar mijn vader. Marga, om te verkondigen aan mijn broeders. Marga, om te verkondigen aan mijn broeders. Dat ik opsteek naar mijn vader en jullie vader. Naar mijn God en jullie God. Dat ik opsteek naar mijn vader en jullie vader. Naar mijn God en jullie God. Dat ik opsteek naar mijn vader en jullie vader, naar mijn God en jullie God. O Heer, wat gij hem hebben weggebracht, o Heer. Hem hebben weggebracht. Zeg mij waar gij hem hebt gelegd. En ik haal hem dan weg. En ik haal hem dan weg. Almachtige God, verhoor ons gebed. Gij hebt aan uw gemeenschap de alles overtreffende genade geschonken van het doopsel. Maak ons hart ook ontvankelijk voor het eeuwige geluk door Christus onze Heer. Amen. De Heer zij met u. En met uw geest. Zegene u de Almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. Gaat nu allen heen in vrede. Alleluia, alleluia. Wij danken God. Alleluia, alleluia.